Erika, ik mag Erika zeggen. Maar natuurlijk, graag. Erika, wij hebben al jaren geleden elkaar leren kennen. In die tijd was jij staatssecretaris. Daarvoor was jij sportvrouw. En nu ben je tv-persoonlijkheid. Dat is nogal een carrière. Ja, ik moet zeggen, ik ben verwonderd wat het leven me iedere keer aanreikt. En het zijn allemaal mooie schakels van ja, een heel afwisselend, maar ik vind het een topleven. Je bent op een gegeven moment in de politiek gekomen, bij de VVD. Je was een enorme stemmentrekker. Kun je uitleggen hoe dat kwam? Nou, toen ik ben voor de eerste keer gekozen in 1979. De VVD was toen, zat eerst in de oppositie onder Hans Wiegel tegen Joop den Uyl als voorzitter van, of als minister-president zelfs. En we hadden nog eigenlijk een beleid dat op de ouderwetse leest was. En er was een stel jonge honden opgestaan binnen de VVD, en daar hoorde ik dan ook bij. Die vonden dat het eigenlijk wat anders moest. En als je dan kritiek hebt op een partij, kan je ofwel mee gaan doen om te proberen dat van binnenuit te veranderen. En dat heb jij ook gedaan. Of je kan dan zeggen van nou, ik sta aan de kant en dan heb ik ook niet het recht om er echt kritiek op te hebben. Nou, ik kwam in de Kamer en ik mocht toen een eigen beleid, een eigen gehandicaptenbeleid en een eigen ouderenbeleid ontwikkelen. Dat was er nog helemaal niet. En dat gaf me alle vrijheid om als een soort sociaal-liberaal gewoon bezig te zijn met emancipatie van mensen. Ik vond, kijk, als topsporter word je op een gegeven moment gezien van nou, dat is die meid die heel snel van de ene kant naar de andere kant kan zwemmen en weer terug. Dat is het dan. Zoals ouderen worden beoordeeld op hun kalenderleeftijd en mensen met een handicap worden beoordeeld op hun handicap. En dat vind ik zo'n raar hokjesdenken. Daar heb ik helemaal niks mee. Mensen zijn mensen en die hebben toevallig een kalenderleeftijd. Of die hebben toevallig, of min of meer toevallig, een handicap. Maar ze zijn niet hun handicap. Nou, die emancipatie, daar wilde ik wat aan doen. Toen ik begon in de politiek, toen was het gewoon vanzelfsprekend dat als jij een gehandicapt kind kreeg, dan werd hij opgenomen in een instelling ergens in de bossen. Ik heb voor de eerste keer, toen ik 21 was, iemand in een rolstoel gezien. Want dat was niet in het straatbeeld. Laat staan dat er aanpassingen waren. Dat kwam gewoon niet voor. En ik heb toen iemand ontmoet en die was bij de gehandicapte sport topzwemster. En wij ontmoeten elkaar als topzwemsters. En binnen 5 minuten was die rolstoel weg. En was het gewoon, ja, we waren gewoon. Ja, we waren gewoon hetzelfde. En dat vond ik zo fantastisch. Toen dacht ik van, nou, dat moeten we proberen te bereiken. En ja, en daar hoorde dus van alles bij. Niet het automatisme van iemand met een kind met een handicap hoort in een instelling in de bossen. Er hoort bij dat er aanpassingen komen in de samenleving. Er hoort bij dat er gewoon op een andere manier wordt gekeken naar mensen met een handicap. En daar hoort dus beschermd wonen bij en begeleid wonen bij. Daar hoort bij focus wonen. Er hoort bij een zorgverzekering waarbij dus extra kosten gewoon worden meegenomen in de zorgverzekering. En er hoort ook bij dat, om eens wat te zeggen, de participatie van de gehandicapte sport in de gewone valide sportbonden. En dat heb ik toen uiteindelijk kunnen bevechten toen ik voorzitter was van het NOC-NSF. Ik ben een beetje naar Japan geweest. Naar de winterspelen. Nou, ik moet je ook zeggen, iemand met OI die gaat niet zo gauw naar de winterspelen. Maar jij was in die periode vrij helder, je moet mee. Ja. Hè? Zo ging dat, zo ongeveer. Ja, het mooie was dat Jan Troost zei, goed mevrouw. Wat mij er ongelooflijk bijgebleven is, ik heb ook nog opnames van die periode. Hoe jij de sporters enthousiasmeerde. En echt op een ongelofelijke wijze die volgens mij alleen jij kon doen daar. Kijk, als je zelf zo'n ervaring hebt gehad,
om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. Of zoals zij, aan de Paralympische Spelen. Dat is een geschenk uit de hemel, man. Dat is zo groot om dat mee te maken. Dat kan je met geen woorden kan je dat verklaren. En als je dan later als bewindspersoon, als in het buitenland minister van sport, als je dat dan ziet gebeuren bij anderen, of dat nou de Paralympische of de Olympische Spelen zijn, ja, dan word je vanzelf, dat komt uit je tenen, man. Je wordt daar zo blij om. En je hoopt ook zo dat anderen diezelfde vreugde, diezelfde ervaring krijgen die jij ook hebt gehad. Ja, en dan moet je ze een beetje een hart onder de riem steken. En een beetje enthousiast maken. Weet je, het is niet alleen betrokkenheid, maar het is gewoon ook echt af en toe dat ik jullie boosheid voelde. Van jongens, waarom wordt er niet aangepast? Waarom wordt het niet toegankelijk? Nou ja, het is nog lang niet in orde, maar er is wel heel veel gebeurd. En als ik dan terugkijk op die periode, eerst als Kamerlid en daarna als staatssecretaris, ja, dan is er toch heel veel gebeurd. En dat ligt niet alleen aan mij, want eigenlijk was de hele Kamer, waren bij alle partijen, bij de oppositie en bij de coalitiepartijen, waren er toch altijd een paar mensen die heel goed met elkaar samenwerkten voor hetzelfde doel. En dat is heel mooi, want dat heb je in de politiek niet zo vaak. Als je nou aan mij vraagt, waar ben je nou het meeste trots op en waar maak je het meeste zorgen over, dan is dat persoonsgebonden budget. Ik heb bij de invoering van het persoonsgebonden budget ontzettend veel problemen gehad met mijn eigen ambtenaren. En met mijn collega bewindslieden. Het idee is zo simpel. Als jij in de zorg terechtkomt, dan moet je je aanpassen aan wat de zorg jou biedt. Ik wilde dat doorbreken. En een persoonsgebonden budget is er voor bedoeld dat als jij zorg nodig hebt, dan kan je kiezen voor zorg in natura. Dan moet jij je aanpassen aan wat de zorg biedt. Of je kan kiezen om zelf de regie te hebben en dan vervolgens te zeggen tegen de zorg, passen jullie hier maar aan wat ik nodig heb. En ik weet het beste. Nou, dat is op zich een prachtig systeem. En ik ben er zo trots op dat iedereen zei van, nou ja, dat wordt nee, niet iedereen. Er waren er ook een heleboel die wel voor waren. Maar er waren een paar hele hoge ambtenaren die zeiden van, dat wordt niks. Een persoonsgebonden budget. En Gerrit Salm was als minister van Financiën daar één van. Die zei, we moeten dat echt met heel veel regelgeving om inkleden. Want anders dan gaan ze met het persoonsgebonden budget lekker op het strand liggen in Nice. En halverwege het jaar komen ze terug en zeggen van, mijn geld is op, maar ik heb wel zorg nodig. Nou, daar waren ze allemaal als de dood voor. En dat er ook heel veel misbruik kon worden gemaakt, is eigenlijk daar een gevolg van. Want omdat er zo ontzettend veel regelgeving aan werd gekleefd, dan moest je bijna een soort administratief genie zijn. Ja, wilde je dat werkelijk op een goede manier kunnen doen? En dat er dan mensen opstaan die zonder die goede intentie zeggen van, wij doen het wel voor jullie. En daar ondertussen van alles zelf opstreken. Ja, dat is gewoon misbruik maken. En ik krijg tot op de dag van vandaag nog vaak gewoon een berichtje van iemand die zegt van, nou dit en dit. En komt dan met een heel levensverhaal. En zegt dan, het kon alleen maar dankzij de PGB. Ik heb nou een vriendin en die, ja, helemaal bizar eigenlijk. Die heeft mij geholpen in de Kamer om dat PGB in orde te krijgen. Die is nu zelf afhankelijk van een PGB. Die knokt al 3 jaar om een goede diagnose te hebben en een goede invulling van het PGB. Dan denk je van, ja, maar dat hebben we nooit zo bedoeld. Wij gaan terug naar de bossen. Wij gaan nu verlossen. Terug naar de bossen. Wij gaan terug naar de donder. Daar zijn we begonnen. In de natuur. Wij moeten weer afhankelijk gaan wezen. En dankbaar binnen blijven boekjes lezen. Zonder rugzak moeten we doen. Alleen natura en geen poen. Nee, geen pingelen, 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 boon. Terug naar de bossen. De inrichting weer in. De hulp die gaat voortaan weer in natura. Zeg wat vaker dankjewel. En we zullen je nooit meer zien. Dus zeg ik nee. Dat
is gelukkig niet gelukt. En ook weer dankzij de massale steun, dwars door alle partijen heen, voor het PGB. Anoushka van Miltenburg, is later dus voorzitter van de Kamer geworden. Die was een groot voorstander, wist er ook veel van. En nu de staatssecretaris van Sociale Zaken, was haar opvolgster. Met ook de behandeling in de Kamer als Kamerlid van de PGB. Die is nou dus ook weer uit dat traject. Maar ik heb er wel voor gezorgd, want af en toe dan zit ik nog een beetje achter de schermen te klooien, dat er voldoende steun georganiseerd wordt voor het PGB. Kijk, ik heb het geluk gehad. Ik wilde natuurlijk in de Kamer sport doen. Hè? Als oud Olympisch zwemster wilde ik sport doen. Nou, ik mocht, toen ik in de Kamer werd gekozen, mocht ik alles doen behalve sport. Want iemand die hard kan zwemmen van de ene naar de andere kant en terug, moest niet denken dat hij verstand had van sport. Dus, maar ik had het geluk dat ze dat standpunt hadden. Want toen moest ik dus wat anders gaan doen. En we waren geweldig gegroeid. We waren opeens een van de regeringspartijen. En toen zeiden ze van, ja, er moet nu ontwikkeld worden het ouderenbeleid en het gehandicaptenbeleid. Ga jij dat maar doen. En omdat er nog geen erfenissen waren, had ik eigenlijk bijna de vrije hand. En dat was machtig. Het was echt heel leuk. Ja, nou, schitterend. En ik zit iedere keer te glunderen als er weer wat gebeurt waarvan ik denk van, nou ja, dat kan helemaal niet. Ik werd deze zomer gevraagd om een kinderboek te schrijven over het leven van de Boeddha. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Tenminste niet om daar een kinderboek over te schrijven. En nou heb ik mijn eerste kinderboek is uitgekomen. Met een voorwoord van de Dalai Lama. Nou, dat is toch te gek voor woorden? Dat kan gewoon helemaal niet. Ze maakte op een gegeven ogenblik een film van Pluk in de Pettenflat. Toen zochten ze nog een burgemeester. Een belachelijke burgemeester met een rare hoed op en een soepjurk aan. En die van de bessen proefde. En toen zo haar werd dat ze in een boomhut doktertje ging spelen met de dokter. Hartstikke leuk. En toen bij de casting, toen dachten ze, wie moeten we daarvoor hebben? Nou, zei toen de regisseur, iemand als Erika Terpstra. Dus ze keken dat hele lijstje van actrices rond die toch beschikbaar waren. Daar zat niet zo'n figuur bij. Toen zei iemand, waarom vragen we er niet zelf? Dus ze vroegen mij, en ik zei natuurlijk onmiddellijk ja. Want ik doe bij voorkeur doe ik dingen die ik nog nooit gedaan heb. Ik heb genoten. Het was zo leuk om te doen. En het was echt een openbaring. Jij zei dus nu net, en daarom kom ik erop, van een heleboel mensen kennen je naam nog. Ja, en vooral de kinderen zo tussen de, nou zeg, 6, 7 tot 15, 16. Want die hebben allemaal Pluk van de Pettenflat gezien. En dan kennen ze mijn naam weliswaar niet, maar ze kennen mij nog als gezicht. En als ik dan ergens dagvoorzitter ben, of ik moet een lezing geven, of ik doe wat anders met kinderen ook. Dan kijken ze me een beetje aan en zeg ik van, wie heeft Pluk van de Pettenflat gezien? En dat hebben ze allemaal gezien. Ik zeg, en wie herinnert zich nog die rare burgemeester? Dat hebben ze ook allemaal gezien. En dan zeg ik, en die burgemeester, dat was ik. Zo kent zo'n hele jonge generatie, die kent me maar helemaal niet als zwemster of als politica, maar gewoon als burgemeester. Als je nu terugkijkt, hè, want er is enorm veel veranderd, ook in de sfeer in de politiek. Ik ben ook politiek lobbyist geweest, dus ik kwam veel in de Kamer. En eigenlijk, zeker na de dood van Fortuyn, is er echt de sfeer veranderd. Hoe kijk jij erop terug? Ja, ik maak me daar heel veel zorgen over. Ik zal me ook niet meer thuis voelen in de politiek. Ik vind, er valt, als we het over dit soort toestanden hebben, een bejegening naar elkaar toe, zonder respect voor elkaar. Dat is echt erg. En ik vind dat ook niet horen in een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer. En in mijn tijd zou het niet gebeurd zijn dat iemand tegen een bewindspersoon zegt, u bent knettergek. Dat bestaat niet. En zoals men nu, kijk, toen ik begon in 1979, dat was onder, mijn eerste fractievoorzitter was Hans Wiegel. En die stuurde de fractie met humor en het was allemaal prachtig. Maar hij had wel een paar hele strenge regels. Als jij een debat had gehad met een politieke tegenstander, dan moest je zeggen van luister eens, het gaat mij om dat wij met elkaar van mening verschillen, maar het gaat me niet om jou persoonlijk. En wij moesten na zo'n debat
de ander uitnodigen voor een kopje koffie in de koffiekamer. Want je moest de volgende dag toch weer met elkaar om. En ik heb altijd veel respect gehad voor mijn politieke collega's. Ook van andere partijen. Want de meesten die daar zitten werken zich te pletter. En dat vanuit groot idealisme. Nou, ik heb een paar jaar Chinees en Japans gestudeerd. Ik ben erg geïnteresseerd in het boeddhisme. Ik ben geen boeddhist, maar wel erg geïnteresseerd. En ik laat me erg inspireren door de Dalai Lama. Ik heb hem vele malen mogen ontmoeten. En ik vind hem... Hij heeft iets heel... Heel unieks en heel, heel bijzonder. Ik mocht hem interviewen. Nou, dat stond boven aan mijn bucketlijst en ik vond het fantastisch. Dus ik dacht van ja, dat is once in a life. Dus ik heb me heel goed voorbereid, goede vragen bedacht. Wat ga je die man vragen en wat dan ook. Een van de dingen was over deze mentaliteit. Ik zei van Your Holiness, ik ben heel ongerust over het gebrek aan respect voor elkaar en tolerantie. Tegenwoordig. En wat moeten we daaraan doen? En toen zei hij, en dat vond ik wel heel erg goed. Hij zei, kijk, ik ben geen deskundige, maar ik denk dat je met de jeugd moet beginnen. Die jeugd die stampen we vol met cognitieve vakken. Maar je zou ze eigenlijk ook moeten leren om te leven met compassie in hun hart. En compassie is niet medelijden. Compassie is meeleven en je in de ander verplaatsen. Dan komt er respect. In mijn huidige carrière van presentator van een reisprogramma probeer ik waar ik ook ben ook met spirituele mensen te praten of met wijze ouderen om te vragen waar het leven nou toch precies om gaat. En of je dat nou in India vraagt of bij de Maya's of in Afrika of bij de Indianen of waar dan ook. Het draait altijd om maar drie dingen. Dat is liefde, dat is vertrouwen en dat is compassie. En dat is me bijgebleven. En of je dat nou vertaalt in de 10 geboden, of dat je dat nou vertaalt in een boek van Allah, of dat je dat vertaalt in welke geloof of godsdienst dan ook, of levensbeschouwing. Het gaat eigenlijk altijd om hetzelfde.